aan dit programma. Het is een enorme ijdeltuiterij om hier te gaan zitten. Enorme ijdeltuiterij. Want ik ga hier een avond lang dingen laten zien die ik interessant vind. Dus de arrogantie dat je denkt dat mensen dat thuis dan ook interessant vinden. Ik vertel mijn vader overleden toen ik 21 was. Hij heeft in het Jappenkamp gezeten en dat was altijd een onderwerp. Als die verhalen vertelde, wat ik net zei, hè, prachtige anekdotes, dingen die je had meegemaakt, dan ging het altijd over de positieve dingen. En als ik probeerde hier aan te raken, dan... In Duitsland, mooi is man. Hier woon ik hier op een snoer daarmee door de reden. En ik denk, zeg niks. Ben je op de grens en zaten ze niet verder grenzen. Toen mocht je er nog niet in, hè. Zie de douane er nog voor. Ik zei, je met hem, ik zei, nou, ben je van Duitsland? Nee, toch, zei je. Is in Duitsland? Zongen ze er wel even iemand, hè. Nou, zo kan het proberen. Zie de douane, zie je er nog voor. Dat is al lang niet, ja. En ik zei, zie de kerel, ik zei, ik haal het papieren wel, maar ik zei, met hem, maar ik zei. In 1653 hebben ze een route gemaakt van Delfzijl naar Grunenthal, hier ook over het Amsterdam. En ik stond bij de Veerhoes. Dan was die schip, dat bootjesvolk, dat moest vrouwen moest hier betalen. En kon ze de boot niet hier aanleggen. En dat was echt een probleem. Als ze door en meerdere keer, een keer door het Pier Til nog zijn, dan kwam die trekschuit, die snickers, die vouwden door zo langs. En dan kon het Pier zo over die Pier Til heen. Maar dan kwamen ze hier in Daan. En dan moesten ze hier betrokken bij de Veerhoes. En hier hadden ze gewoon een joogpad. Dus moesten ze een boom zo door over de Amsterdam duim in. Dat ze aan het boeken kwamen van, heb ik eraan gekomen waar weer het joogpad was. En toen gingen ze weer verder richting Delfzijl. Oh, lekker lieuw. Boren naar het dood. Als sommige die je hebt bij, is dokter Hansen die was die. Hier wordt aan de goeie. Dr. Hansen, ham kende du da. Heller et ham, sagde mig, kender du navnet i det hele taget? Nå, de fik mig ævesnakket til at ro æve efter ham i Gråsten, og jeg fik ham da godt æve og bukse i hen til Josefus. Skål, ja. Det var en god halvkilometer at ringe derind, da vi var i bilen, og det var dagen, når vi kom ind i skole, der i hjertesommer, der i oktober måned, og får fedt op i de her varmlån. Præget der ind over skolebænk. For vi havde jo vorbierne hele tiden, ikke? Og vi gik der. Og så kom jeg hjem og værre ved før den og konfirmerede, så kom jeg ud til en bror. Det har man tænkt ved som dreng. Det var så 2 år. Det var 9 år tungmøl. Det er en gård, der ligger ude i Gislund. Så var det der i 2 år, og så kom jeg over af skole i Bremmen.